ben Kerkhofs Mark. Van opleiding ben ik kinesitherapeut, achteraf osteopathie bijgestudeerd. Sinds 2008 doseer ik massagetherapie hier te Hasselt aan de Schoonheidsschool. In deze film gaan we u een fragment laten zien van zowel het theoretisch als het praktisch gedeelte van een les. Vandaag gaan we bekijken als theoretisch gedeelte de beenmusculatuur aan de achterzijde van het dijbeen. Onze hamstrings ontspringen hier ter hoogte van de tuber ossis ischii of de zitbeenknobbel. De mediale groep of de biceps femoris eindigt ter hoogte van de mediale kant van ons tibia. En de laterale groep zijn de semitendinosus en semimembranosus eindigen aan de mediale zijde van het onderbeen. Met hier de biceps femoris en hier de semimembranosus en semitendinosus. Achterzijde van het onderbeen hebben we de gastrocnemius. De gastrocnemius of de kuitspier, die ontspringt hier ter hoogte van de mediale en de laterale epicondyle van de femur. En die loopt met twee koppen tot aan het hielbeen. Dat daar samen met de soleus de achillespees vormt. Hier zien we de twee koppen van onze gastrocnemius. Die loopt naar beneden en die vormt dus hier op het einde waar hij aanhecht, de hoogte van het hielbeen, de achillespees. Samen met de soleus die onder de gastrocnemius ligt, vormen die twee pezen onze achillespees. Hier zien we nog een heel klein stukje van de plantaris, een heel klein spiertje dat een heel lang peesverloop heeft en samen ook beneden gaat aanhechten. Functie van onze kuitspieren is de voet naar beneden brengen. Achterzijde van ons bovenbeen hebben we de gluteus maximus of de grote biltspier, heupstrekker. Aan de voorzijde van ons dijbeen vinden we voornamelijk onze quadriceps terug. Quadriceps wil zeggen vierhoofdige dijspier met hier de rectus femoris, de vastus lateralis, de vastus medialis. En onder die rectus femoris vinden we de vastus intermedius. Hier op het skelet vindt de rectus femoris zijn oorsprong op de spina iliaca anterior inferior. Loopt recht naar beneden om aan te hechten hier ter hoogte van de tuberositas tibiae. De vastus medialis, die we hier zien, die vertrekt bovenste derde van het dijbeen. Loopt mediaal naar beneden om ook hier aan te hechten op dezelfde plaats dan de rectus femoris. De vastus lateralis ligt lateraal van het dijbeen. Die ontspringt hier ook aan ongeveer de helft van het dijbeen. Loopt lateraal naar beneden en gaat ook aanhechten op dezelfde plaats dan de rectus femoris en de vastus medialis. Onder de rectus femoris hebben we nog de vastus intermedius. Intermedius wil zeggen dat die zowel tussen de vastus medialis als lateralis gelegen is. Ook zijn uiteinde is ter hoogte van de patellapees. Dan hebben we nog een spier die ook gedeeltelijk aan de voorzijde te bemerken valt. Dat is de sartorius. Ontspringt hier aan de spina iliaca anterior superior, gaat S-vormig naar beneden om hier aan de mediale zijde van de tibia aan te hechten. De sartorius of de kleermakerspier. Hier op ons model is die heel goed zichtbaar, de S-vormige vorm van de sartorius. Wat we nog vooraan lateraal kunnen bemerken is hier onze tensor fasciae latae, een heel kleine spier maar met een heel lang bezig gedeelte dat uiteindelijk gaat aanhechten hier ter hoogte van ons fibula copia. Adductoren die gaan aanhechten aan de mediale zijde behalve één, de gracilis, die gaat aanhechten ter hoogte van de mediale zijde van onze tibia. Waar ontspringen die adductoren? Die adductoren ontspringen hier allemaal op het schaambeen. We hebben de pectineus, adductor longus, adductor brevis, adductor magnus en onze gracilis die gaat naar beneden en die gaat juist naast onze
sartorius aanhechten op het mediale gedeelte van de bovenzijde van de tibia. Functie van de adductor is een adductie of het dicht doen van het dijbeen. De functie van onze quadriceps is de knie strekken. De functie van onze sartorius is flexie in de heup, flexie in de knie, een exrotatie van het bovenbeen en een abductie van het bovenbeen. Vandaar ook de naam kleermakersspier. Aan de laterale zijde van het onderbeen zien we hier onze tibialis anterior of de voorste scheenbeenspier. Functie van die spier is het heffen van de binnenrand van de voet. Hier hebben we een tibialis anterior lopen. Die gaat hier naar beneden, die gaat hier aanhechten en die gaat de mediale zijde of de binnenzijde van de voet hoog lichten. Aan de meest laterale zijde van het onderbeen hebben we de fibularis spieren. Die vertrekken hier ter hoogte van ons fibulakopje, lopen naar beneden, tot onder aan de laterale zijde van de voet en die gaan de buitenste rand van de voet heffen. Wanneer hier een verlamming optreedt op de fibulare spier, krijgt men een dropvoet. Dit is de effleurage met één hand. We effleureren het volledige been en komen passief langs de laterale zijde terug. Massage is altijd van het begin van de spier tot het einde van de spier. Dit is een massage met twee handen gelijktijdig. Onze linkerhand is onze leidende hand of de bovenste hand. Wanneer we links voor ons model staan, wanneer we rechts voor het model staan, is onze rechterhand de bovenste of de leidende hand. Wanneer we de handen zouden omkeren, dan gaan we boven niet uitkomen en kunnen we de spier niet volledig masseren. Effleurages worden bij het begin van elke massage uitgevoerd. En na het uitvoeren van alle technieken herhalen we de effleurage nog eens om de massage af te sluiten. Hier zien we dus de linkerhand voor. We kunnen perfect uitwaaieren naar buiten. Hier, wanneer we de rechterhand naar voren zetten, kunnen we niet de hele spier bereiken. Dit is een effleurage met twee handen afwisselend. Ook altijd zorgen dat we contact houden met één hand wanneer dat de andere hand de beweging beëindigd heeft. Dit is de effleurage kruislinks. Dus de ene hand kruist voor de andere. Ook weer al hier, dus het volledige been proberen te behandelen. Dit is een knering met één hand. Daarom moeten we opletten dat onze vingerkootjes mooi gestrekt zijn en dat we de ruimte tussen het lidmaat of de spier en de hand maximaal opgevuld is. Wanneer dat we onze vingerkootjes niet gaan gestrekt houden en we gaan te hoog met onze hand, dan gaan we te veel de neiging hebben om te nijpen en dat kan pijnlijk zijn voor het model of voor de cliënt. Onze positionering voor de kneebeweging met twee handen is dezelfde als voor de effleurage. Het is te zeggen onze linkerhand voor het linker lidmaat. We gaan bij de knering de spier naar beneden uitpersen. We gaan de vingers en de duim sluiten gelijk een tang en we gaan eigenlijk de spier terug opheffen. Twee handen gelijktijdig, twee handen wisselend. De ene hand heft de spier omhoog, de andere hand duwt de spier omlaag. Altijd goed opletten dat die tanggreep goed aansluit en goed de spier omvat. We kunnen ook dwars afwisselen kneden. Eén hand kneedt, brengt de spier omhoog, de andere hand duwt de spier omlaag. Dit doen we van onder naar boven, richting hart. De hand en de spier. Dit om het nijpen te vermijden. Ook belangrijk, dus de vingerkootjes gestrekt te houden. Op de kuit dezelfde technieken, kneden met één hand,
Knijden met twee handen gelijktijdig. Terugkomen passief langs het been. Dit herhalen we enkele keren. De moeilijkste handgreep van de kneding is wel kneden met vervringing. We gaan hier letterlijk de spier vervringen. We gaan er een S-vorm in creëren. We doen dit door de spier op te lichten met de vier gestrekte vingers van de ene hand. En we gaan dat drukken tegen de duim, de gestrekte duim van de andere hand. Zo creëren we een S-vorm tussen beide handen. We kunnen uiteraard die kneedbeweging aanvatten ter hoogte van de kuit. We gaan over de knie. De knieholte wordt niet gekneed. En ter hoogte van de hamstrings gaan we gewoon verder met die kneedbeweging. Het diepgaand kneden wordt met de ene hand de spier weggeduwd met de handwortel. En de spier wordt teruggehaald weer met die gestrekte vingers. De niet werkende hand ondersteunt het been ter hoogte van het onderbeen of de enkel. Ook hier kunnen we die beweging beginnen ter hoogte van het onderbeen en het hele been op die manier kneden. Hier hebben we een voorbeeld van fricties met de duimmuis. De ruimte tussen achillespees en binnen- en buitenenkel is ideaal geschikt om daar duimmuis in te plaatsen en zo die ruimte te frictioneren. Van hieruit kunnen we de fricties verder zetten langs de randen van de kuitspier. Daar kunnen we de eindkoppen van onze hamstrings frictioneren. De hoogte van de mediale en laterale uiteinden van onze tibia en fibula. Als we boven het kniegewricht gaan, zitten we aan de oorsprongskoppen van onze gastrocnemius, namelijk mediaal en lateraal van de femur. We kunnen ook de laterale en de mediale zijde van onze achterbeen verder frictioneren op die manier. Frictie op de gluteus maximus. Gluteus maximus of de grote bultspier is een spier met veel onderhuids vetweefsel. Vandaar is het ook gepast om daar te frictioneren met de vuist. We duwen de vuist naar beneden en we rollen uit naar lateraal. We werken naar het trochanter major, aanhechtingsplaats van onze gluteus maximus.